Ja, ik ga vandaag samen met Elliot een onderhoud doen aan motorfiets, mijn nieuwe motorfiets. Moet ik zeggen, nieuw voor mij dan. Ik heb vroeger al zo'n BMW R1200 GS gehad. Dit is eigenlijk juist hetzelfde bouwjaar, vergelijkbare kilometerstand ook. Ja, dat, niet dat dat daar triple black was, maar het was dezelfde kleurcombinatie. Bij de GS was dat triple black. We gaan daar een onderhoud. Dus ik heb die tweedehands gekocht, nu net. We gaan daar een onderhoud aan. Ja, ik heb zo. Ik kan nog wel een keer terugkomen op waarom dat ik die gekocht heb enzovoort. Maar het komt op neer dat ik zo. Het zijn twee motorfietsen die ik gehad heb in het verleden, waarvan ik altijd zo iets heb gehad van ja, dat was echt wel een goede motorfiets. Dat is mijn Triumph Street Triple. En daarvoor heb ik. Ja, die Yamaha hier is een triple. Maar het is toch nog anders, het is niet verleidbaar. En ik was daarnaast de R1200 GS vanaf 2013, het LC, het Liquid Cooled Block. Vanaf die versie vond ik ook echt een super goede motor altijd. Ook altijd gedacht van ja, dat wil ik wel terug hebben, zo'n motor. Alleen die adventure motorfiets, ja, ik ging nog wel redelijk nu en dan een keer off-road of zo, maar ook niet. Alleen meestal zat ik op de weg. En dan is een baanmotor, een motor met 17 inch wielen eigenlijk beter. Dus was ik op R90 aan het zoeken al heel lang. Maar die zijn gewoon duur. En er zijn verrassend veel. Er zijn eigenlijk meer, want dat is een beetje een exclusief-achtig iets, maar er zijn eigenlijk meer R90's dan er Roadsters zijn. Dus dat is de Roadster dat ik gekocht heb, dat is eigenlijk een R90, maar dan met recentere technologie. Belangrijkste bij het onderhoud van een motorfiets, ik heb hier ongeveer 100 euro aan wisselstukken gekocht nu. Het belangrijkste hier, koopt u gewoon zo'n boek, daarmee heb je alle info die je nodig hebt. Ik had dat nog van mijn GS. Het belangrijkste is eigenlijk dat je de olie ververst. Ja, ik ga direct zien hoe dat eruit komt, maar ze is redelijk zwart. Wat dan misschien. Ja, nee, zwart kan niet veel kwaad. Het is meer als je zilver. Allee, metaal. Kleur of schilfertjes, metaalschilfers en vindt dat is gevaarlijk. Of dat kan wijzen op slijtage. Dus dat is het belangrijkste. En natuurlijk samen met daarmee ook een oliefilter vervangen. En dan, omdat, dus je hebt elke 10.000 kilometer een onderhoud dat je die twee moet doen. En dan elke 20.000 heb je eigenlijk een groot onderhoud. Moet je ook de bougies vervangen. Dat zijn twee bougies. Luchtfilter heb ik ook nog. En dan in principe moet je ook voor de kardan nog olie wisselen dan. Elke 20.000 kilometer als ik me niet vergis. Elke 30 moet je de vorken, de olie daarvan vervangen. Kleppen stellen is denk ik ook elke 30. Ja, ik zeg kleppen stellen. Vroeger was effectief losdraaien. De speling controleren met voerkens en op het moment zetten. Tegenwoordig is dat met zo'n shims, zo met de. Eigenlijk stukjes dat je ertussen steekt en dan moet je berekenen hoeveel speling dat je over hebt en dat je moet, dan moet je een andere maat shim kopen onder in zo'n soort lepel dat je erin legt. Een andere maat moet je dan kiezen voor erin te leggen. Voor de rest heb ik eigenlijk. Ja, het eerste dat niet op deze zit dat ik vroeger wel had, is de quickshifter. Maar dat kun je achteraf installeren. Ja, de Akrapovic zit er ook niet op, had ik wel op mijn GS. Alleen dat maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Zeg. Kost vooral geld, want denk eens 1000 euro of 800 of 900 euro voor die Akrapovic uitlaat. Gewoon voor een uitlaat, zot, hè? Hoe duur dat is. Ja, gaan we eraan beginnen, Jannetje. De olie. Dit is hoe de olie er nu uitziet. Redelijk zwart, hè? Ja, ik moet de motor even laten warm lopen. Het filter zit hier, als ik het mij goed herinner. Ja, hier. Dat is het filter. Maar ik ga hem even. En ja, ik heb geen quickshift. Zoals je een quickshift hebt, zit er hier. Zo'n zwart pakje, maar dat heb ik dus niet. Maar dat kun je wel kopen achteraf. Ja, en hier dus. Hier kun je ook olie bijvullen voor die klok hier. Maar dat heb ik niet gekocht, omdat er staat nog een recall open op deze motorfiets. Voor de kardan. Ik weet niet, als ze dat uitvoeren, denk ik niet. Dan, dat kunnen ze normaal gezien doen zonder deze open te doen. Maar ik ga voor de zekerheid toch wachten. Remblokjes heeft. Heeft de vorige eigenaar nog. Allee, ik heb het samen met hem gedaan. Die rode. Dus dat is al gebeurd. Ja, voor de rest is dat typische BMW. Ja. Het scherm, ja, ik ga nog een review doen ook van hoe dat de motor op zich is. Wat mij vooral opviel is dat het scherm redelijk slecht leesbaar is. Zeker als ik vergelijk met hoe dat de GS was. Het is ook zo met een keyless. Ja, dus ga je dat maar even aan. Ik ga even de motor. Ik ga hem even laten warm lopen om te beginnen. Ik
weet niet of het komt door... Ik heb het al feller gezet, scherm. Misschien dat dat helpt. Maar het staat ook gewoon heel veel informatie op dat display, vind ik. Normaal gezien kan ik daar ook de motortemperatuur... Ja, dus die ga ik nog moeten resetten in service. Hij heeft dus 58.440 kilometer. Info zeker voor naar de motortemperatuur te gaan. Dat is buiten temp. Engine temp 13. Dat ziet het niet. Dat is een andere. Dus ik ga hem even op temperatuur laten lopen. Hey, ik ga de motor starten, hè. De knoppen zijn ook wel stroef. Ik kan die zat nu vast. Ja, kijk, de olie is zwart, maar ik zie echt wel niks zitten. En kijk, dat is ook de magnetische oliedop, zie ik ook niks op. En dan, ik had zo dit liggen voor mijn filter eraf te draaien, maar het past niet. Gelukkig heb ik ook zo'n generieke dinges. En is al los. En de filter dat ik erop zet, ik pak altijd dit type. Kijk, maar daar zit gewoon een buitenkop op. Het enige nadeel van de die is dat het zwart komt los als je door de winter rijdt. De zwarte verf hier op de... Ja, kijk, en hier moet je dan, als je hier busjes wil vervangen, moet je daar zijn. Wacht, ik kan dat zien. Dat is de oliefilter daar. Dan ziet er zo het zwart. Hij ziet al terug zwart van de vuiligheid, maar de zwarte lak is er op veel plaatsen af. Dat filter is eruit. En nu een klein beetje verse olie erop. En erop draaien. En aan de andere kant is er een kijkglas om te zien als je bijvult. En dan voor het bijvullen langs daar. Er zit hier onder je zadel zit er zo een hulpmiddel om die tube daar af te draaien. En het kijkglas zit daar. En normaal gezien kan er maximum 4 liter in. Is dat 4 liter hier? Ja, 4 liter. Voilà. Tot aan de bovenkant. Nou, je ziet dat niet goed, maar het zit een cirkel in. Tot aan de bovenkant. Nu gaat dat best nog een keer draaien. Meestal zak het daarna nog wel een beetje. Ik heb nog wel wat over ook. Ja, kijk, en nu heb ik hem op temperatuur laten komen. En het niveau is weer gezakt, ziet. Dus ik zal nu nog terug een beetje bijvullen. Ja, en dat is dus letterlijk hoe simpel het vervangen van de olie. Zeker op dit type motorblok is super simpel. Bij Yamaha eigenlijk ook. Olie is meestal wel vrij simpel. Bougies zijn soms wel moeilijker. Maar zo simpel is dat dus. En och, zo belangrijk, want het is de olie, die smering, koeling. Eigenlijk heel belangrijk voor je motorblok. De keer dat dan alles... een keer gerodeerd heeft enzovoort, check de gewoon ook of dat dopje niet begint te lekken enzovoort. Heb er eigenlijk ook geen speciale dingen voor nodig, hè. Ja, dat was blijkbaar niet juist. Ik heb zo een ook. Een oliefilter. Hier, dat dan. Een oliefilter, dat is een universele klem. Ja, een ding is om op moment te zetten. En dat is denk ik, hè. Nu ga ik nog de bougies vervangen. Hier is het ook super makkelijk. Dat zijn typen voor deze motor. We gaan even openmaken. We gaan ook heel snel even vergelijken wat het verschil is tussen die bougies. Gebruikt en nieuw. En ik heb dat hier losgeschroefd. Dat kun je een diender gewoon aftrekken normaal. Ja. Kijk, en hier, om dat eruit te krijgen. Dat zit daar zo redelijk goed in zo. Je kunt dat daarover zetten. En dan heb je iets om aan te trekken. Ah ja, je maakt ze best eerst los ook, juist. Voilà, connector los en dan. Voilà. En daarin. En dan, ja, dat boek heb ik vooral nodig voor momenten zo te kennen. Nu ben ik eens benieuwd. Aan een bougie kun je ook wel zien of de motor gezond loopt nu. Dit is volledig elektronisch gestuurd, injectie enzovoort. Dus ik verwacht hier. Er zitten zelf hier. Dat zijn sensors voor een uitlaat te checken, voor de uitlaatgassen te checken. En zo de regeling bij te sturen, dus ik verwacht hier geen... Oei, ik kan niet mee. Ik verwacht hier geen problemen.
Hallo. Het had zoveel draad op, ik denk het. Ja, nu is het helemaal echt los. Ja, en is zwart. En dat is een nieuwe. Hier staat type LMAR8D-J. Dat is het type. Andere moment. Bougies. Sparkplugs. 12 newton. Ik denk dat dat stond dat hier ook niet op. Ja, ziet 10 tot 12 newtonmeter. Dan alleen nog de luchtfilter. Die ligt daar gereed. Ik heb echt heel die tank de zadel moet eraf. Dat je aan die boutjes kunt, die schroefjes daar kunt. Heel de beklering eigenlijk moet eraf. En dan kun je hier van boven 4 schroeven kun je het losmaken. Oh, het is wel een vuile filter. Het is niet voor niks geweest. Dat is wel redelijk veel. Dus ik kijk naar wat ik heb ter vervanging. Zie je het verschil?